Goedemiddag, ik kijk naar de hier van Weerplaza.nl en ik begin met de maxima van vandaag. Want uh, ja, kan iedereen weer feliciteren. We hebben een record te pakken. Het is de warmste 15 juni sinds de start van de metingen in Nederland. Het oude record stond op 29,1 graad in Soesterberg, dus in Midden-Nederland. Maar je ziet hier op de kaart de 31 graden staan. Dat is 30,6 om precies te zijn in Arsen, in het noorden van Limburg. Dat is de nieuwe recordhouder. Het was niet alleen warm bij ons... Ook in een groot deel van Europa was sprake van oh, behoorlijke hoge temperaturen, zo rond de 25 tot 30 graden in delen van Duitsland, België en grote delen van Frankrijk. Maar nog veel heter is het vandaag in het midden en zuiden van Spanje. Daar zien we de oranje kleuren, code oranje dus voor hitte, want daar worden temperaturen vandaag verwacht van zelfs boven de 40 graden. De morgen kan het misschien lokaal zelfs 45 graden worden, dus extreem warm in Spanje. Nou, daar hebben wij gelukkig niet mee te maken. Sterker nog, de warme lucht in ons land, die wordt verdreven. Op deze satellietfoto van iets voor twee uur zien we een koufront liggen boven Nederland. En daar aan de voorkant zit de warme lucht en aan de achterzijde stroomt wat koelere lucht. Echt koud wordt de lucht natuurlijk niet. Sterker nog, met dat zonnetje erbij later vanmiddag en vanavond loopt de temperatuur in het westen gewoon nog even op tot in de buurt van de 25 graden. Dus we hebben nog een heerlijke zomeravond voor de boeg. Moet wel rekening houden met een paar buitjes. Als je goed kijkt, zie je boven Gelderland, Brabant en ten zuiden van Limburg al een buitje zitten. Nou, later vanmiddag en vanavond kunnen er nog wat meer buien ontstaan. Maar de zwaarste buien trekken toch vooral over Duitsland. Dus uh, het is echt een enkele bui, misschien wel met een klap onweer. Dat zien we ook op het kaartje voor vanavond terug een enkele lokale bui dus en verder zonnige periode en halverwege de avond, dus rond een uur of negen, is het 20 tot 22 graden. De wind die neemt wel een kracht toe, dus als je buiten wil zitten, zorg dan dat je uit de wind zit. En dat advies geldt ook voor morgen: dan komt de wind uit west tot noordwest en dat is die windkracht 4 tot 5. Koelere lucht wordt dan over het land geblazen, 18 graden aan zee, rond de 20 graden in het zuiden van het land. Daarbij in het binnenland vrij veel wolken, af en toe zon, en er kan nog een spatje vallen. In de kustprovincies schijnt de zon vaker. Maar goed, morgen moeten we toch werken. Het gaat vooral met weekend weer natuurlijk en dan gaan de temperaturen weer omhoog, fors omhoog. Zaterdag hebben we nog wel wat wolkenvelden, maar de zon die komt in de loop van de dag ook steeds beter bij, 21 tot 24 graden, noordwestenwind dus iets wat fris, maar hij neemt in de loop van de dag wel een kracht af. En zondag staat er dan weinig wind, volop zonneschijn en temperaturen van 26 tot 29 graden, misschien lokaal weer 30 in het zuidoosten. Maandag gaan we op meer plaatsen de 30 graden halen. Eigenlijk in het hele zuiden, midden en oosten van het land, dan tropische waarden. Nou, dat is allemaal voor het komend weekend. Ziet er dus heerlijk uit. Zeker die warme vaderdag. Ook prima om te barbecuen s'avonds. Maandag en dinsdag hebben we ook nog hoge temperaturen, maar daarna lijkt de temperatuur weer wat naar beneden te gaan. Maar er zit wel behoorlijk wat onzekerheid in, want de pieken van de grafieken die zien we steeds zo rond de uh, 25 tot 30 graden liggen. En als we naar de dalen kijken, nou, dan schommelen die zo iets onder de 20 graden. Dus behoorlijk wat onzekerheid in de loop van volgende week. Maar dit weekend niet, we krijgen een echt zomersweekend. En daar wens ik u veel plezier mee. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.